het zwembad. Straks vallen we. Als ik in het water val met die mooie kleren, dan is alles kapot. Het is toch wel een duur spul wat je dan aankrijgt. Ik heb toch een beetje schrik. Ineens valt het uit. Ze liepen echt supergoed. Oh, met die heupen swingen, alles doen wat ze kon. Ze brachten het echt veel beter vanaf dan ik verwacht had. En dan dacht iedereen eigenlijk dat we het gaan ervaren. En toen kwam Marianne. Zo dames, nu gaan we de echte modeshow doen. Ah nee, dat gaat niet goed. Dat gaat echt niet goed. De tweede keer ging al wat sneller. Moest je wat serieuzer lopen. Het is ook wel veel moeilijker dat je meer meisjes passeert onderweg. Toen kwam Frederike mijn kant op en ik weet niet of dat het de bedoeling was, maar ik kreeg in ieder geval een beuk van niet op de hoek, joh. Zo schouder was. En dus die terecht van, ik laat me niet afdeel, ik loop gewoon mooi door. Een beetje tactiek is het wel. Ik zou wel grappig zijn geweest als ze was gevallen. Het is een catwalk in het water. Dat is echt niet normaal. Oh, en toen kwam Frederike mijn kant op en ik weet niet of dat het de bedoeling was, maar ik kreeg in ieder geval een beuk van niet op de hoek, joh. Zo schouder was. En dus die terecht van, ik laat me niet afdeel, ik loop gewoon mooi door. Het leek net alsof ze elkaar ervan afhouden beuken. Nee, lik erop, had ze zo op de knieën op dat ding. Ik kroop er ongeveer half af. Het zag er echt ontzettend lachwekkend uit. Het is heel moeilijk met balansen en ja, je houdt toch in je achterhoofd van oh my god, straks val ik in het water. Toen we dus met de show bezig waren, liep ze gewoon dwars door het midden. Smart move. Ik vind haar gewoon een rotwijf. En jij bent op de kop doorlopen. Ja, ga zo uit. De show must go on. Het zit er weer op. Er is vandaag één meisje dat mij bijzonder is opgevallen. En die kreeg het prijs. Maar morgen pas. En die prijs die gaat naar... René. Ik had liever iemand anders zien willen, eerlijk gezegd. Voor mij, ze was niet die meisje die de best geloopt had. Marianne zal het wel weten, zeker wie de... ja, het beste. We kwamen thuis en toen lag ons portfolio op bed. Oh, mijn portfolio. Oh, wat gaaf. Oh my god. Oh, super. In de eerste foto's, ja, waar het leuk is om te kijken van, oh, wat een foto's, een persfoto's. Ja, en toen kwam opeens die foto van die makeover. Ik wil geen afro. Dat is de makeover. Oh nee, dat was allemaal. Annie. Ik ken gewoon dat. Dat kunnen ze me toch niet aan? Hallo. Ik vind mijn nieuwe kapsel echt heel leuk. Ik voel me zielig voor Leslie. Want zij krijgt echt zo'n rode afro. Oh, maar echt niet. Ja, natuurlijk. Zeg je dat? Ben jij dan? Met zo'n... Voor mij is maar mijn sterkste punt. En als dat eraf is, dan ja, ontbreekt er voor mij gevoel iets. Echt jongen, wat een teringlaai is. Dit kunnen ze echt niet maken hoor. Nee, wacht, even serieus. Nee, ik wil echt geen andere kleur. Ik zou niet denken dat de modellen weten dat we een metamorfose gaan doen, maar ze blijven altijd zeuren. Ik snap dat echt niet. Het is toch leuk om er iets anders uit te zien. Vandaag kregen jullie allemaal een echte modellenlook. De foto's in jullie portfolio waren slechts een voorbeeld. Dit is Marielle Bastiaansen, beauty-experte van Wella Flex. Zij bepaalt vandaag hoe jullie kapsel eruit zal zien.
Ik ga namelijk nog niet te veel verklappen. Ik kan je wel zeggen, we hebben voor iedereen een heel bijzonder kapsel uitgekozen, wat eigenlijk de persoonlijkheid van ieder meisje versterkt. Ik zou zeggen, ben professioneel, geef je over aan mij en mijn team en vertrouw ons. Vind je haar een van je sterkste punten? Ja. Maar je weet ook dat eigenlijk jouw haar te slap en te frivoloos is om het lang te hebben. Daarom is bij jou de keuze of heel kort of extensions. Ja, ik weet het niet. Extensions. Extensions. Tot veel voller. Oh, super. Bij Melissa mag het wel grote haar worden. Nu hangt het heel erg sluik langs haar gezicht, maakt haar lijzer. Ze gaan wel met krullen werken, met volume, dat ze groot big hair krijgt. Ik vind het erg dramatisch. Dit haar is dood. Ja. Is op. Die knippen haar altijd zelf. Kappers, ik betrouw die mensen niet. Alex heeft heel eerlijk verteld dat ze een gezicht heeft waar we heel veel kans mee op konden gaan. Maar uiteindelijk hebben we gekozen voor de glamrock. Ik kreeg toch wel dat ik een glamrock kapsel kreeg en ik dacht van, wat houdt dat in? Zo, asymmetrisch. Echt? Aisha is ook iemand vol met extensions. Dus zij krijgt echt een boxy bob, oftewel een hele strakke bob. Beetje asymmetrisch. Frederik heeft knalblauwe ogen, dus ze krijgt ook lekker oranje haar, iris red, de natural red. En om dat te accentueren, gaan we ook haar wenkbrauwen oranje koper maken. Vriendin! Ja! Oh, je hebt iets gewonnen. Ja, maar wat weet ik niet. Wat heb je gewonnen? Geen idee. Ik wel. En ik ook. Maar ga ik even iemand voorbij halen? Marjolein, kom je even naar hier? Marjolein had extensions in Thailand laten zetten. Nou, ik weet niet wie dat heeft gedaan, maar die moet echt zijn kapperspapieren inleveren. Het zag er echt niet uit. En zij heeft absoluut geen lang haar nodig. René, jij mag vandaag een keuze maken. René heeft heel erg mooi haar, maar ze heeft dat haar niet nodig. Haar gezicht is heel krachtig en haar haar ontkracht dat eigenlijk. Ik laat je zo meteen een plaatje zien van een kapsel. En jij mag kiezen dat jij dat kapsel krijgt. Op mijn lijn. Ik zeg nee tegen het kapsel en ik geef hem dan aan mijn lijn. Oké, ja. De kleur ook. Ja, natuurlijk gaat het aan iemand anders. Debutant. Ik durf zo niet op mijn werk te komen. Ik durf zo niet mijn vriend onder ogen te komen. Het is wel echt heel, heel lullig dat je iemand anders daarmee dupeert, zeg maar. Oh, maar ik wil echt niet. Ik heb nog nooit in mijn leven zo'n potje gezien. Dat is ontkleuring. Ah. Ja. Oh my god, nee. Vanaf het moment dat Epiphany werd uitgekozen om mee te doen aan het programma, heeft ze ons echt laten weten dat er niets aan haar uiterlijk mocht veranderd worden. Nu geef ik potjes naar bang en kort haar geef naar bang. Dus verschillende dingen. Maar wat zou je het liefst willen dan eigenlijk? Ja, lange haar, maar... En blond. Ja. Oh, ik zie me daar echt niet meer met dat. Voor de imago hebben, dat is heel belangrijk. Ja, vriendjes, dat is nu spijtig. Ik weet het. Ze is bang om de reactie van haar familie en haar vrienden en op haar werk. En ja, daar draait het niet om. Sorry, daar kunnen wij geen rekening mee houden. Marjolein dacht echt dat haar vriend haar zou verlaten en dat, ja, dat bekend het einde van de wereld was. En dat vond ik wel overdreven. Watch it. It's gonna go really quickly. We don't want any dramas. Maar hij is gonna be dead. You'll be okay, trust us. You'll be okay. Ze moet vertrouwen op de professionals. En dat deed ze totaal niet. Zelfs toen we bezig waren, wilden ze alles coördineren en regelen en weten. En heel irritant. Het is keigezien, dat is goed. Dat maakt wel exact 20 minuten erop. Het is al lang als 20 minuten en ik doe het. Oh, dat zal ik even kijken. Oh nee, die mag er wel uit, inderdaad. Ik weet niet echt dat dat kan, dat ik gewoon, dat iemand mij gewoon vergeet. Nee, maar het is niet erg, schat. Het komt goed. Ja. Het komt goed. Zo, jij vertrouwt mij, jij kunt wel vertrouwen, maar als er dan dingen fout gaan, dan niet te vertrouwen dan in de richting. Durf je het aan?